Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. Leefbaar Lelystad is in stilte uitgegroeid tot de grootste fractie in de Lelystadse gemeenteraad. Onder leiding van fractievoorzitter Jack Schone werd Leefbaar Lelystad groter en groter. U hebt 6 zetels inmiddels, meneer Schone. Dat is vooral eigenlijk te danken aan uw acquisitiebeleid. Ja, want na de verkiezingen had u er 2. Daarna kwam Partij voor Lelystad erbij met 3 zetels. Nu ook nog de fractie van Leuk afgelopen week. Ziet u zichzelf een beetje als de politieke bezemwagen van Lelystad? Nou, niet de bezemwagen. Meer de voortrekker om toch wat wij altijd voorstaan. 1 grote politieke partij in Lelystad. Ja, maar u vecht zo lokaal. Hier en daar op. Hè? Daar komt het in feite op neer. Vegen. Maar ook in samenwerking. Samenwerking, kijkend naar kwaliteit. En wat kunnen we samen doen? En wat is hun achterban? En ook hoe ziet hun programma? Eruit. In ieder geval de versplintering in de Lelystadse gemeenteraad wordt op deze manier wel effectief tegengegaan. Ja, klopt. Aan de andere kant zit er ook niet een element in van kiezersbedrog, want u bent natuurlijk veel groter nu dan waar de kiezers u ooit op gezet hebben. Ja, klopt, maar die kiezers hebben natuurlijk wel op die andere partijen ook gestemd die met ons samengaan. En onze programma's liggen toch voor 80-90% bij elkaar. U denkt dat de kiezers zich er wel in kunnen vinden dat ze dan hebben gestemd op Partij voor Lelystad bijvoorbeeld. En dan uiteindelijk worden ze vertegenwoordigd door Leefbaar Lelystad. Ja, klopt. Maar ze blijven ook nog vertegenwoordigd nog door hun eigen achterban natuurlijk. Omdat die raadsleden gewoon overgestapt zijn, maar nog steeds in de fractie zitten. Ja. Maakt het eigenlijk in de praktijk nou veel uit dat u de grootste fractie bent? Want dat bent u. Ja, het is wel 6 keer een hand omhoog of een hand omlaag. Dus er wordt toch vaak op en afgeteld. En de meeste fractievoorzitters zie je ook tegen de stemming en die zijn aan het tellen van wat krijgen we erbij, wat krijgen we er niet bij. En ze komen nu toch, merk ik, eerder aan me toe om over moties of amendementen te praten. Ja, hij wordt echt wel serieuzer genomen als politieke machtsfactor. Ja, dat speelt echt mee, kan je echt merken. En kunt u daardoor ook bepaalde invloed uitoefenen die u voorheen niet had? Ja, je hebt toch een bepaalde invloed waarbij je toch de lokale stem kan laten horen. Even nog over uw nieuwste aanwinst, laat ik het zo maar zeggen. Marianne van der Watering zat voor Leuk in de gemeenteraad. Is afgelopen week dus overgestapt naar Leefbaar Lelystad. Sinds wanneer speelt dat? Ongeveer een half jaar. Eigenlijk toen ze bij IPL weggegaan is, bij de inwonerspartij. Hebben ze Hisham en Marianne zich als Leuk neergezet. Ja. En toen had ik al zoiets van, eigenlijk ook een groot lokaal gedachte. Nou, Hisham ging op een gegeven moment over naar GroenLinks. Ja, dat is ongeveer een half jaar geleden. En toen was er dus een breuk binnen de Leuk-fractie. Daar kwam fractie, klopt het op neer. De een iets rechts, de ander iets linker, zoals ze dat soms noemen. En toen zijn wij de gesprekken begonnen van, is het verstandig om samen te gaan en samen verder te gaan in plaats van in je eentje door te gaan. Maar hoe serieus was dat aanvankelijk? Want ik begreep dat Marianne van der Watering toch eigenlijk haar zinnen had gezet op 50+. Hè, die partij zou gaan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Lelystad. En het was serieus de verwachting dat zij er op de lijst zou komen. Nee, klopt. Dat was serieus ook de verwachting. Maar op een gegeven moment heeft ze goed over een aantal dingen nagedacht. Ook in de samenwerking. En niet onder stoel of banken, ook met haar partner. Die 50+ heeft in de provincie. Ja, dat is Wout Jansen. Dus hebben daar heel verstandig over nagedacht. Hebben daar hele goede gesprekken over gehad. En hebben gezegd, het is gewoon verstandiger. Ook qua kwaliteit die ze meebrengt bij ons aan te sluiten. Ja, brachten de aankomende verkiezingen dit nou ook in een stroomversnelling? Niet een stroomversnelling. Het is wel iets sneller gegaan dan... We hebben wel gezegd van laten we het nu doen. Ja. En niet wachten tot een nieuwe lijst komt. Dus het is verstandig om nu al samen te gaan werken. En kijken wat we vooral haar kwaliteit op het gebied van jeugdzorg mee te nemen. Maar hoe blij moet u nou eigenlijk zijn met het feit dat zij uw fractie komt versterken? Want ze is de raad binnengekomen via de inwonerspartij. Dus de fractie Leuk daarna als afsplitsing begonnen. Toen geflirt met 50+. Dan komt ze bij Utrecht. Ja, dat is nou niet echt dat je nou zegt enorme partijtrouw. Nee, niet partijtrouw, wel lokale trouw. Ze heeft echt gekeken naar het lokaal. En wij hebben echt gekeken van wat is de meerwaarde en de kwaliteit van Marianne op het gebied van raadswerk. Het is toch vaak heel anders dan men denkt vanaf de bühne. Maar bent u niet bang dat ze bij wijze van spreken morgen weer voorkeur heeft voor een andere partij? Nee, plus dat ik heel realistisch ben. Die mogelijkheid bestaat altijd. En dat telt voor mij en dat telt voor anderen en voor iedereen in de raad. Men blijft natuurlijk ook een bepaald soortje egootje houden. En wat is de kunst? Om alle kikkers altijd, zeggen wij, in de kruiwagen te houden. Mm-hmm. En ik verwacht niet dat Marianne eruit zal springen. Ze staat te trappelen om het samen met ons te doen. Ja. Zij verzette zich in een interview met Omroep Flevoland afgelopen week nogal tegen het woord partijhopper. Ja, klopt. Hoe ziet u dat? Want het is toch feitelijk wel zo dat inwonerspartij, Leuk, even 50+, dan Leefbaar Lelystad. Nou ja, als je dat niet partijhoppen mag noemen, dan weet ik het niet meer. Je mag het noemen zoals je het wil, maar we zien het toch anders. Het is niet partijhoppen, het is gewoon sterk zijn. Maar is dit geen partij? Wat is dan partijhoppen? Ja, ik denk meer mensen die vlak voor de verkiezingen graag op een lijst willen staan en zich dan aangemelden bij partijen. En je merkt dat... En dat is nu niet het geval? Dat is nu niet het geval. Dat zijn mensen die vaak voor de verkiezingen zich bij 2 of 3 partijen aanmelden op de hoop
dat ze ergens hoog op de lijst komen. Dat vind ik meer partijhoppen. De lijsttrekker van D66, Lelystad, die zei wel dat uw fractie nu voor 2/3 uit partijhoppers bestaat. Ja, maar die zegt wel meer dingen waar wij soms het met een korrel zout nemen. Hoe houdt u die kikkers, zoals u net zei, in die kruiwagen? Door goed met elkaar te overleggen. Vaak goed in de persoonlijke relatie. Maar ook op de kwaliteit die ze hebben. En die moet je zien te gebruiken. We hebben partijgenoten. En die hebben echt ook kwaliteit. Ook de fractieassistenten achter ons. Die hebben ook kwaliteiten waar we heel blij mee zijn. En dat is natuurlijk ook met de kranten waar we nu mee bezig zijn. Het is gewoon heel belangrijk om in een team iedereen te laten doen waar die goed in is. En ja, dat zie ik wel. Dat Marianne, voor ons geen partijhopper, maar een aanwinst. Een aanwinst in de kwaliteit. En ik zei net al even, hè, aanloop naar de komende verkiezingen, daar zitten we al ongeveer in. Ja, gaat dat geen gedoe geven? Want het wordt wel dringend op de lijst natuurlijk met al die mensen die u erbij hebt gekregen. Nee, dat klopt. Maar als je nu de 6 hebt, hopen we straks 6 of 8 misschien. Dat wordt de kunst. Dat zegt u serieus? Dat u mikt op 6 of 8 zetels? Ja, serieus. De vorige keer had u er 2 natuurlijk. Nee, van klopt. Maar we zijn nu wat groter geworden. En we hebben ook die achterban goede gesprekken mee gehad en mee kunnen nemen. Dus u gaat ervan uit dat ook in de score straks komt? Ja, dat gaan we wel vanuit. Ik vind, je moet wel een bepaalde ambitie hebben. En ja, die ambitie mag met deze mensen wel best wel genomen worden. Maar blijft het trouwens bij deze 6 zetels of hebt u nog meer plannen? Want we hebben natuurlijk nog de inwonerspartij. Ja, we hebben nog de inwonerspartij. Nee, ik denk niet dat dat gaat lukken. Hoe is die verhouding eigenlijk? Ja, de heer Baten staat toch op een ander platform dan wij staan. Want vorige keer was er nog een lijstverbinding. Ja, klopt. En je merkt een beetje door het samengaan met de coalitie. En toch ook de heer Baten en ik hebben toch allebei andere ideeën over een aantal dingen. Dat is een verwijdering. Ja, dat is een verwijdering. Dus jammer maar waar. Ik denk ook meer dat het misschien wel in het persoonlijke zit dan in het politieke. Je kunt niet zo met elkaar. Nee, niet. Als mens vinden we elkaar en kunnen we elkaar waarderen, maar politieke gedachten zijn bij ons anders vaak bij hun. Maar u had het net over dat het toch belangrijk is lokaal de krachten te bundelen als lokale partijen, maar dat gaat hier dus niet gebeuren. Nee, gaat hier niet gebeuren. We missen een beetje het duale systeem wat de inwonerspartij in onze ogen af en toe te weinig laat zien. U vindt dat die partij zich te veel vereenzelvigt met het beleid van het college, omdat ze nu een wethouder leveren. Ze een wethouder leveren. En nu denk ik, als je een wethouder levert, dat je even goed kritisch mag blijven. En dat missen we. Wat wordt eigenlijk, hè, want we zitten een klein half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wat wordt eigenlijk uw inzet richting verkiezingen? Waar gaat u vooral op campagne voeren? We gaan vooral campagne voeren op sport. Sport en participatie, om daar toch een stukje te kijken. En ook op het gebied van de groen. Een stukje op het werkbedrijf naar leerbedrijf. Vindt u dat het college daar veel laat liggen dan? Ja, wij vinden laat men veel liggen in onze ogen, waarbij wij zeggen en al eerder aangegeven hebben. Kijk nu eens naar het werkbedrijf om daar een leerbedrijf van te maken. Ga proberen, vooral met de jonge doelgroep, om die toch te krijgen aan de werkzaamheden. Maar heeft dit college u toch ook niet positief verrast? Want het vijfpartijencollege dat lijkt toch tegen de verwachting in zonder brokken de eindstreep te gaan halen als er geen gekke dingen gebeuren. Heeft ons wel positief verrast. Maar dan wat ik net zei, het duale systeem. En dat mis ik toch vaak. Ik mis vaak het, vooral ook bij de ChristenUnie, mis ik toch een stuk duaal. Ook als oppositie merk ik dat wij niet zoals de vorige raadsperiode erg naar elkaar toe groeien. Eerder van elkaar af. En dat is wel jammer. Ik zag nog één interessante zin in de verklaring waarin u bekend maakte dat Marianne van der Wateringen kwam versterken. Leefbaar Lelystad is klaar voor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Kan dan een sterke politica als Van der Wateringen in de fractie goed gebruiken? Kan ik dat zo lezen als Jack Schone wordt wethouder straks en Marianne van der Wateringen fractievoorzitter? Die mogelijkheid bestaat. Maar je moet pas je knopen tellen, zeggen wij, na de verkiezingen en niet voor de verkiezingen. Maar dat is wel waar u op uit bent, bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ja, we willen een keer bestuurlijke verantwoordelijkheid. Altijd in de oppositie zitten is ook niet goed. Je moet ook een keer laten zien dat je bestuurlijke verantwoordelijkheid hebt. Worden spannende maanden dan? Ja, gelukkig wel. En leuk. Het blijft ook leuk om te doen. Dirk Schoonlijk, dank u. Graag gedaan. Dit was Over Flevoland gesproken. Volgende aflevering morgen. Graag tot dan.